Vind je het zonde als je al naar huis toe moet? Zeker. Ja. Zijn jullie nerveus? Ja, goed nerveus, denk ik. Ja. Ja. Dat is ook wel terecht, want we gaan het ultieme duel nu spelen. Het ijsspel. Dat is eigenlijk heel simpel. Wie de meeste ijspegels vangt, die heeft gewonnen. Wie de minste ijspegels vangt, diens vliegtuig staat klaar. Ja. Ja? Toen dacht ik eigenlijk, ah shit. Want dat was toch weer te maken met stilstaande concentratie. Wat dus net zo vloekt als dat schieten. Toen ik het spel zag, toen dacht ik wel van dit zou ik in principe heel goed moeten kunnen. Want mijn kan best wel alert zijn op dingen die er om me heen gebeuren. Maar dan moet ik wel mijn volle concentratie erbij houden. Succes. Er hangen 10 ijspegels boven hun hoofd. En die ijspegels die vallen in willekeurige volgorde naar beneden. En wie het meeste vangt, die blijft in het spel. Maar de verliezer die moet de expeditie onmiddellijk verlaten. Fuck, wat is dit spannend. Ja, ik wil wel winnen, ja. Want ik wil wel blijven. Zo, als ik naar huis moet, dan baal ik wel echt ook. Het spel is begonnen. Dus uiterste concentratie is nu absoluut noodzakelijk. Ik dacht bij mezelf van, als ik die handschoenen uitdoe, heb ik wat meer bewegelijkheid, reden om te bewegen en toch heel geconcentreerd te blijven. En het lukt ook heel goed. Fuck, tak. Oh. Als je daar staat, dan probeer je toch een soort tactiek te vinden. Als je zo'n hele rij ijspegels voor je ziet. En je denkt, gaan ze allemaal zo de hele tijd langs. Als een soort, weet je wel, dat je het zo heen en weer blijft kijken. Bij de eerste die valt en die je niet vangt, moet je gelijk overmeesteren. Want dan komt er zoveel over je heen. Van... Het is echt bizar wat allemaal door je gedachten gaan. Als je de hele tijd naar die ijspegel zit kijken. Je gaat op een gegeven moment echt in dialoog met zo'n ijspegel. Je denkt echt, kom op. Ja, kom maar in mijn handen vallen. Het was in het begin al gelijk knarsetandend, spannend en ik voelde ook bij haar. Van haar voelde ik haar spanning ook. Zij zal mijn spanning ook wel hebben gevoeld. Het was gewoon onmogelijk om die eerste paar pegels te vangen door de spanning. De eerste die ik pakte was echt net alsof je weer je eerste hap lucht pakt nadat je onder water bent geduwd, zeg maar. Het was echt zo. Het is gewoon echt niet normaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De tweede ijspegel is gevangen. Er begint routine in te komen en het vangen begint te lukken. En Charlie maakt haar achterstand helemaal goed. Ik was eigenlijk in staat om flink wat lelijke woorden te roepen. Maar ja, dat moet je echt overmeesteren. En dat
gelukkig lukte dat op een gegeven moment wel. Met nog één ijspegel te gaan is de stand nu 4-4. Wie heeft er stalen zenuwen? Er gaat zoveel door je hoofd. Ik was al een soort afscheidspraatje aan het maken in mijn hoofd. Wat ik zou zeggen, hoe jammer ik het zou vinden. Dat ik naar huis zou moeten gaan. Dat het fantastisch was hier. Zo op die manier. En dan denk je, oh nee. Ijspegel, vangen. Kijk altijd als je in dit soort momenten, als je dan echt iets heel graag wil of niet, dat je dan echt gaat, nou ja, dat je dan gewoon gaat bidden. Dat je denkt, oké, laat hem vallen. Dox moet hem nu echt vangen. Ik had hem nog. Ik pakte hem nog een keer. Het was een soort kattenactie. Ik zag hem echt zo paat. En ik zag zo die, ja, dat ijs over het vuur gaan. En en dat was gewoon, ja, dat was too much. Dat was too much. Ik sta echt te zien. Nee. Ja, that's crazy. So, well deserved. Charlie Chan. Ja. Charlie, gefeliciteerd. Dankjewel. Hier blijft. En als extra bonus krijg je 1000 euro mee. Dat geeft wel een heel prettig gevoel. Dat geeft je wel dubbel extra motivatie om dan vanaf morgen gewoon weer helemaal mee te doen. Charlie klimt door die 1000 euro van de laatste naar de 7e plaats in de ranking met 1100 euro.